Kunnen we trouwens niet een keer die andere map doen? Let's go! Nee. Die andere map is fucking kut. Okay. Oprecht kunnen we dat wel een keer doen. Let's go, let's go. Crewmateje. Ik hoop dat ik vandaag nog wel een keer mijn eigen video impost ben. Dat is wel het leukste, maar we gaan het zien. In ieder geval even deze potjes nelen. Maar goed. Reactortje. Reactor. Kijk, ik loop dan vaak juist tegenovergestelde richting. Kijk, Mark, kwam die uit die vent nou? Kwam die uit die vent? Nee, volgens mij niet. Want een soort... Ik heb altijd het gevoel dat iemand die reactor aangooit om maar te coveren. Dan moet nu wel iemand die reactor gaan doen trouwens. Er moet nu wel iemand die reactor gaan doen nou! Nee! Dit meen je niet, dit meen je niet, dit meen je niet. Dit meen je niet. Dit meen je niet. Oh, dat scheelde bijna. Dus ik heb altijd het gevoel... Dat iemand die reactor aangooit, imposter, die dan rechts wil killen bij Nef of zo. Dus dan moet je altijd een beetje opletten. Gaan we lekker even scannen. Was Mark nou... Mark was niet gevent, toch? Of komt Mark nu hier om mij te killen, omdat hij weet dat ik hem gezien heb? Maar ik zag die Mark lopen. Oké, meeting. Godverdomme. Okay. Luister, Mark. Gaan we scan. Ja? Mark, heb jij de reactor gestopt? Nee. Ik ook. Waarom duurde het zo lang, Rob? Nou, Roel, jij hebt niks stoppen, want ik stopte, maar jij kwam erbij staan. Ja, ik deed hem ook tegelijk, dus... Ja, hoe het voor mij heel erg leek, maar er is geen kill, dus op basis waarvan gaan we nou... Ik denk dat het Mark is, want er is geen kill. Luister, er was nog 5 seconden reactor, of 6, 7... Nee joh, echt nog 10 of zo. Nee man, echt weinig. 4, 5 of zo. Ja. Echt weinig, ja. Maar in ieder geval... Ik ging bij Koen staan, want dat duurde lang en ik had hem net ingedrukt, maar er gebeurde gewoon niks boven. Dat vind ik het rare, terwijl Rob was eerder binnen dan Roel. Ik wilde hem last second gaan doen inderdaad, want Rob wachtte. Ja, daarom. Dus ik vind Rob bullshit. Bullshit, ik was... Bullshit! Ik was na jou binnen hoor. Ik was als tweede binnen. Ja, weet ik. Ja, ik heb hem toch ook uitgezet? Toen ben ik naar beneden gegaan en toen gebeurde niks. Jij deed niks. Nee, ho. Ik kwam naar binnen. Ik checkte of jij of er iemand beneden was. Jij was er, toen liep ik naar boven, deed ik. Dat is bullshit, want ik stond in het midden. Ik ga niet zeggen wat ik heb gedaan. Knip dit even aan het einde van het potje als we groen of verloren hebben, maar het is Matty. Oké. Maar heb je echt een reden of is het een gevoel? Heb je echt een reden die je nog niet wil vertellen? Het is een gevoel. Puur gevoel is Kaulosus. Puur gevoel. Puur gevoel. Ja. Okay, nee, dat is prima. Ja. Nee, okay. Dat vind ik mooi, dat je dat gewoon meteen nu even eruit gooit. Een soort, ik kan niks maken wat er in reactor gebeurd is, want ik heb daar helemaal niks gezien en zijn 3 mensen iets verkeerds. Koms! Wie sabotage nou die koms? Oké. Wat heb ik nog meer hier? Deze. Die Kaulo koms. Ik ga er wel heen. Koms. Iedereen had de koms. Verachter. Electrical. Hallo? Oké. Hallo? Hallo? Ons Rob! Ja. Er is natuurlijk hier even een keeltje gemaakt door Rob. Nee, dat niet. Flonk. Lekker downloaden. Het uploaden. En het downloaden. Oxygen. Laat er maar in gaan. Godver. Wat een gehoer. Altijd in mijn eigen video de lul. Wat een lul, Tiësto. Wat een teringlul. Mijn download niet eens afgemaakt. Gadver. Dit is dus zo fucking hinderlijk altijd in mijn eigen video's. Vorige keer ook al, hè. Even laatste Among Us video. Elk potje in de eerste pot dood. Terwijl al die andere video's net van Koen en Rob en zo. Altijd op het einde, altijd imposter, altijd lekker geclutcht. Oké. Lekker in mijn eigen video! dit is er aan de hand. Ik loop richting links, naar lower engine. En de deur bij electrical gaat dicht. Dus wie de fuck doet de deur bij electrical dicht als daar niet een kill is gemaakt? Dus ik blijf voor die deur wachten, gaat open. Ligt natuurlijk iemand dood op de vent, MILO. Dus ik denk dat hij op dat moment gekild is. En ik heb Roel en ik denk Frank daar in admin zien staan toen die oxygen afging. En ik denk dat de kill toen nog niet gemaakt was. Dus ik denk dat zij deze niet hebben gekild. Roel en Frank stonden daar zelfs toen ik binnen kwam lopen. Wij zijn samen doorgelopen. Ik kan Mark clearen, want Mark heeft die oxygen helemaal rechts uitgedaan. Want daar was ik met hem. Nou, dat kan de imposter toch ook doen. Rob? Ja. Ik was een navigation. Ja, nee, maar ik bedoel... Navigation? Bovenlangs lopen. Wat, Koen, wat zeg jij, Koen? Waar was jij, Rob? Navigation. Bovenlangs lopen, weapons. Ik kan in ieder geval confirmen dat ik Rob zag dat ik cafeteria doorging. Weet je wat ik apart... Via welke kant kwam jij gelopen, Matt? Ik was bij die comms geweest toen die gesabotage was. Wat een echte pro heeft gedaan. Ja, bro, die heb ik uitgezet trouwens. Ja, ik snap er niks van. Jij hebt al gehoord. Ja, jij stond al 10 minuten en ik had geleerd van net. Ik wist niet hoe die moest. Maar laten we even... Hij ligt in lower engine. Dan nee. Lower engine? Nee, electrical. Electro. Oh, ik zag dus op de bij admin zag ik iemand in electrical een body liggen. Dus toen liep ik daarheen. Chester liep met mij tegelijkertijd admin en die ging toen naar rechts. Toen ook jullie kwamen allebei op rechts. Toen ik u tegenkwam. Ja. Nee. Ik ben onder storage gelopen omdat ik misschien dacht dat er iemand rechts onder nog zou liggen. Ja. Toen ben ik met jou meegelopen. Ja, ik denk dat het Rob is. Dat was met mij. Je liep met mij. Ik was in navigation. Ja, ik geloof er geen reet van. Maar wij zijn richting electrical. Rob is nog steeds koude zus voor mij, maar ik skip deze. Waarom? Omdat jij de enige bent die daar niet was. Oh, maar 4 mensen stemmen voor de zee. Mark kan deze niet gekild hebben. En als Roel en... Ja, ik ook niet, want ik was in navigation. Ja, maar niemand heeft jou dat gezien. Niemand heeft jou dat gezien. Jongen. Ik heb het niet gedaan. Roel, jij zit met de frame, jongen, de hele tijd hier. Maar jij bent het, Matt. Ik weet het. Mooi. Een soort... Ja, ik weet het. Het is dus Tiësto en de andere weet ik niet. Maar goed, daar komen we zelf nog achter. Als het nu Matt is, is het wel mooi. Ik hoop het ergens ook wel. Maar ja, het zou wel eens kunnen. Dan wordt iedereen ongeveer genoemd. Het was van, nou, Roel en Frank waren in de admin en Koen en Mark waren in O2, dit en dat. Dan blijven er dus niet veel mensen over. Dus het is helemaal niet gek om even te vragen van, wat deed jij dan aan Tiësto? Maar Chesto's hele naam is helemaal niet gevallen. Rob, jij doet geen shit. Jij doet geen moer, ja, jij. Mijn tas zijn al klaar. Hè? Ja, mijn tas zijn nu ook net klaar. Ja, mijn tas zijn ook klaar. Dat kan niet, want mijn tas zijn net klaar terwijl ik een ghost ben. Nee, hoezo? Ik doe geen moer. Ik ging in admin kijken, ik zag 3 man in reactor, dus ik dacht, nou, daar hoef ik niet heen. Uitzetten. Daar hoef ik er niet voor heen. En toen ging ik gewoon checken waar 2 anderen waren, want ik dacht, nou ja, als er 3 man in... Maar zou het dan toch weer Missy Mark zijn die geen reet uitvoert? Zou het dan toch weer zijn? Ik ben juist heel clean mijn tas aan het doen. Ik ben de enige tot nu toe die in meerdere potjes al zijn task heeft gedaan. Ik heb al mijn task al af. Ik snap ook niet wat de rest dan allemaal aan het doen is. Ja, ik heb mijn task ook af. Ik kan Mark denk ook wel clear dat ik was gemute. Het spijt me. Ik denk ook namelijk dat Mark is. Nee, Mark is niet. Basis waarvan? Oh. Waarom clear Mark? Omdat ik hem net echt 2 tasks heb zien doen. Ik zweer het. Of hij heeft niet. Ah, Mark en Tiësto. We zijn Tiësto en Mark. Nee, ik denk dus ook niet dat het Tiësto is. Bro, dit is echt dom. Als het echt Mark is, is het Tiësto. Oké, laten we skip en taken doen. Laten we skip en taken doen. Echt Mark is dan is Tiësto zo dom dat hij het zo duidelijk voor ons gaat. Ik denk niet dat het Tiësto is. Aan het begin van de ronde stond ik bij Reactor. En toen was ik nog aan het kijken wat Tiësto aan het doen was. Toen was hij die assignment 6 aan het doen. Dat duurde best wel lang. En toen ging er een meeting ingekald. En toen hoorde je Tiësto ook van, ah, kutzooi. Ja, ik moet nog fucking 1 ding. Maar, Matt en Rob. Ja. Net in cafeteria ging die deuren ook dicht. Doe gewoon je task. Toen was ik ook uit buitengesloten. Ja, dat een keer van maken. Ja, dat was echt toeval. Ik was ook opgesloten bij Upper Engine. Iemand sloot gewoon alles op. Maar dat was het echt Mark en Tiësto zijn, is die Tiësto zo goed weggekomen. Dat hij hem zwaar verlult. Maar prachtig. Even kijken, we gaan dus even bij die Mark in de buurt blijven. Mark. Mark, dat was je kansen. Ja. Oh, het is die Tiësto. Ja, die killde hem. What the fuck. Ja, ik denk dat het Mark is. Slotta? Huh? Jullie liepen allemaal achter ons. Ik weet vrij zeker dat het Mark is, want... What the fuck? Rob, jij liep voorop? Ik liep voorop. En jullie liepen allemaal achter me aan en dan begint hij dood. Het is sowieso, als er in 5 minuten maar iemand dood is Mark... Maar wie is die tweede dan? Ja, dat weet ik niet. Ja, dat ben jij, maar doe die tas maar. Nee, dat ben ik niet. Ja, Mark gaat eruit ook. Oh, dit is zo kut. Roel denkt, kut, er komt niemand aan. En er komt Koen. Koen loopt zijn dood tegemoet. Kut. Oh, taken! Toch waarom deed je communications? Maar Mark en Tiësto. Oh, was het toch Mark? Ja. Oh, het was wel Tiësto. Ik zag jou er niet bij lopen. Het moesten trouwens Mark en Tiësto zijn, aangezien die elkaar ook aan het pijpen waren in de eerste ronde. Weer crewmate. Nou, wat een feest. Kijken of ik het 1 seconde overleef. Even kijken. Rolly. Flunk. Flunker die flunk. Mijn gevoel is Koen, dit potje. We maken een rondje langs Nef. En dan gaan we zo onderlangs richting Electrical en dan is het cash. Even deze. Let's see. Reactor. Nou, die kan weer gestolen worden. Overkomst. En dan pakken we even storage. Huts. En dan maken we even het rondje langs Electrical. Hallo. Oké. 2 in admin. Klote, sorry. Waarom staat hij erop stil? Waarom staat hij erop stil? Rob, nee. Hoi. Right, wie waar? Oké, waar was iedereen? Ik was boven in cafeteria die derde wiring aan het doen. Ik loop net admin in met Rob. Ik was een hele potje bijna electrical en toen... Wat doe je in admin als die reactor afgaat? Nou, wow, die was 1 seconde bezig. Dat is wel een goede vraag. Kun je fokken? Upper reaction. Dus de reactor. Waar was jij, Frank? Upper reactor. Nou, dus onderweg naar de... Nou, antwoord ik op jouw vraag even. Wat ik heel vaak doe, is als ik was nu in de buurt van admin, want ik stond in de cafeteria. Ja. Maar ik liep eigenlijk langs admin, toen liep ik admin in. Toen ging die reactor op, toen checkte ik admin, dan zie je 2 man bij reactor, dan weet je dat het goed zit, toch? Dan ga ik niet naar kosten map daarheen. Oké. Nou, ik liep vanaf onder liep ik naar reactor. En toen checkte ik even security eerst en daar lag Matt bij Camps dood. Mm. En ik weet niet, waren er al mensen in reactor? Nee. Nee, ik was erbij. Ik wilde dus naar reactor lopen, ik stond boven in storage. Maar hetzelfde als het Rob, ja, als het afgaat, dan kijk ik even op admin en dan loop ik daarheen. Maar stond er al iemand bij admin te kijken? Nou, Rob stond niet, ik weet niet of hij stond te kijken, maar hij stond stil, hij stond raar stil, hè? Ja. Ja, ik zei van tevoren, ik ga even nog een boterham halen en toen zei je gewoon begonnen. Ja, jij gooit het altijd. Ja, maar jij was al lang terug, Rob. Jij was al lang terug. Altijd. Jij was echt al wel even terug. Jij gooit het altijd op die fucking boot. Hoezo? Je hoorde mij toch weer terugkomen, of niet? Ja, je bent er toch ook eens op vanaf jullie naar admin gelopen in die tijd. Luister even, er moet er eentje uit. Oké. Ik denk Mark of Slotta. Nee, Milo. Milo, serieus, flikker. Slotta, was jij upper engine? Was jij upper engine? Nee, upper engine, ja, upper engine. Wie? Het kan ook goed Koen zijn, let op. Oké, ik ga weer een bakje halen, oké. Nee, ik ben het niet. Ja, maar nee, dat zeg ik niet, maar het zou jou goed kunnen zijn. Nee, maar ik ben het ook. Mooi. Ah, oké. Met Slotta samen. Koen is het, hè. Ik zei dat op een gegeven moment potje. Ja, het is 100% Koen. Wij gevoelens Koen, wij gevoelens Koen. Ja, mooi. Fix die lights. Hoe de lights. Er zijn ook zo weinig tasks nog maar. Ik ben bijna klaar. Nou, niet helemaal waar. Maar wel ver met al die dingen. Maar die wordt al gedaan. Niet kutten, nou. Het is die Koen. Het is Koen. Het is Koen. Het is Koen 100%. Het is 100% Koen. Ga die button. Het is 100% Koen. Het is 100% Koen. Hij zei nee, Koen. Het is 100% Koen. Nee. Nee! Ik was zo onderweg aan die button. Ik was zo onderweg aan die button. Wat ik extra leuk vond, Koen. Oldu zei, het is sowieso Koen. Koen had je bij Echo gezien. Ik zei het voor het potje op mijn opname, zei ik heb het gevoel dat Koen dit is potje. Koen komt naar Electrical en staat weer 10 seconden voor dat taakje waar alleen die schuif moest doen. Ja. En toen dacht ik, we hebben hem, we gaan hier achter me aanrennen en pislunder. En ik stond daar, ik dacht van, kut, ik sta veel te lang met deze taak. Oh, ik had nog 2 seconden nodig om bij die button te komen, ik wist dat we hebben hem. Kut. Waarom wist dat ik het was? Omdat jij die lampen gewoon aan het tikken was, zodat niemand van anders bij stond. Ik dacht, je gaat zo'n eentje geven of zo. Eentje op en neer, tikken. Ik zag dat en toen rende ik gewoon keihard weg, maar toen was er eens gekild al. Weer crewmates. Mocht ik zo meteen trouwens gekild worden, ga ik wel gewoon lekker nog een boterham. Of mijn rode lissik taart, kan ook. Een soort van... Ik ben best wel veel imposter geweest vandaag al, tijdens opnames, maar nu achter elkaar niet. Maar goed. ID's wat ID's. Die Slotta die loopt daar verdacht met mij mee. Slotta, wat ga jij doen, vriend? Oké, mooi. Opgetiefd. Opgetiefd. Massimirk. Zo, Massimirk, nieuwe oudje! Massimirk! Zaak haar goed even in de kont nemen. Pats, 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 pats. Nee, niks. Geintje, Mark. Geintje, joh, Mark. Hé, hey, Markie. Geintje, man. Dat doe ik ook eens even. Oh, Mark. Ga je naar Duke? Oké. Markie, hè? Mr. Parkie. Hallo. Is dat Roel dan? Is dat Roel te kutten? Ik ga even weg. Net alsof ik wegga. En dan kom ik daarna terug. Als Mark gekild is. Nee. Eens even kijken. Deze even lekker verbinden. En dan nu even lekker die admin in. Massimirk, jongen. Massimirk en ik hebben hetzelfde ritme. Wij lopen dezelfde map door. Hetzelfde... Ja, Massimirk, we partner in crime. Hé hey Mark, jongen, als je dit kijkt, shout out naar jou, man. Hé hey Mark. Legend of the game. Oh. Hallo. Gaan we eens even naar Electrical toe. En waarom was die cafeteria? Eigenlijk had ik even cafeteria moeten kijken, want die deur had ik niet voor niks dicht. De body, ja. Fuck. Koen! Die man! Heet er daadje? Nee, het was echt fucking raar. Ik sta bij die rode button en er staat report, maar ik zie het lijkt niet. Waarom lag ik Koen en Mats aan? Ja, ik ging heel lang bij dat schuiftaskje staan. Ik ging heel lang bij dat ding staan, waar ik de vorige keer op zijn neus door heel lang gaan staan. Maar dit is echt raar, ik zweer je. Bij cafetaria, ik loop daar langs, daar staat zo heel groot report, maar bij die tafel. Maar ik zie hierop niet. Ik had dus in het begin gelijk een glitch dat zo'n gele pijl me leidde nadat ik iets moest doen aan weapons waar je die stroom altijd moet doen. Ja, maar dat is een glitch, dat is een glitch. Soort mat, kwam jij cafeteria uit toen je bij mij Mark B. Admin kwam? Nee, ik kwam juist van onder. Ik kwam juist van Electrical waar ik met Koen een uur heb gestaan. Oké. Want ik vond vandaag dat die deuren gingen dicht. En ik liep naar beneden. Ik dacht later, dat ik kut. Ik had eigenlijk even moeten kijken waarom die deuren dicht gingen. Want het zou wel een kill gemaakt zijn. Ik wilde naar boven lopen en die deur ging dicht, ja. Bij cafetaria toen ik daarheen liep, ging hij gelijk open. Dus hij was al een tijdje dicht. Ik liep hier Koen, waar ben je eigenlijk heen gelopen? Ik ben naar security gelopen, toen werd ik daar opgesloten staan met Tiësto. Ja, klopt. Alleen Tiësto had mij daar wel kunnen killen, maar het kan ook natuurlijk zijn dat hij nog cooldown had omdat hij daarvoor Rob had gekillt. En Zoltan, waar was jij? Echt, Milo, de manier waarop jij nu aan het praten bent, laat mij alleen maar denken dat jij er bent. Ik ken jou volgens mij langzamerhand echt wel een beetje goed en ik durf gewoon bijna met zekerheid te zeggen dat jij bent. Maar ik vind het prima als jullie de meme, want ik elke keer mijn eigen video er meteen uit gaan vast wel houden, maar nu eruit zetten. Maar het is echt nergens op gebaseerd. Nee, laten we zo eens een foto doen. Ik ben de hele tijd met Mark rechts geweest, navigation, de rol tegenkomen bij Shields. Ik kan dit niet zijn. Holy fuck, wat een ongelooflijk nare Milo bij ik sterf allemaal. Als ik er nu uit ga, dan neem ik nooit meer jullie op. Ik skip hem. Ook nul stemmen ook mooi. Het is wel, we zijn er wel over eens dat het een Milo is. Dankjewel Koen voor de traditie. Oké, zal ik vanaf nu niks meer, prima. Prima, zal ik vanaf nu niks meer. Dan ben je ook op je bek. Krijg HIV en tuberculose. En wel. Wat een chappiesje. Holy fuck. Maar ik vind hier... Het zou best Frank kunnen zijn, want Frank... Ik zeg iets over Frank en Frank draait het meteen om naar mij toe. Best wel verdacht of zo. Werkt er, laat ik die maar vast. Frank, ik hou die Frank in de gaten, jongen. Die Frank, tyfusjong eigenlijk. Tyfusjong. Kom dan. Kom dan, hallo! Deze dat tergend lang, laat ik die maar meteen even doen. Nou, wat een feest is deze. Ik ben nou verneukt? Oh nee. Oh, dat was vlak bij mij. Tiësto, echt Tiësto. Tiësto extreem sus. Wat? Hoezo? Ik heb net een paar taken gedaan electrical. Ik moet nu zeg maar nog naar shield en naar upper engine en dan nog ergens de kabels verbinden. Ik heb dus net die 3 dingen gedaan electrical. Tiësto komt net electrical in, ik loop net electrical uit en echt net buiten de deur ligt een doodlichaam. Aan welke kant? Hoe bedoel je aan kant? Dus let ik uit de deur. Dus net... er is niet echt veel speling voor links of rechts. Ik stond met Koen in de admin. Weet je waar je net ook stond? Bij het lijk. Dat is heel lang geleden. Nee. Tiësto, deze kill is wel heel vers hoor. Deze kill is heel vers. Dit is zeg maar mijn level kill. Ik ben in Shields, natuurlijk is het lang geleden als jij met mij in admin was. Oké, ja, prima. Stem mij er maar uit dan. Oké, met plezier. Bij slot, waar was jij? Admin. Veel dichter bij Nederdaadje ga ik vandaan komen. Ben jij bij admin nog weg geweest, Koen? Ja, ik ben naar Shields gelopen. Onderlangs? Ja. En Tiësto ging naar Electrical. Ja, Tiësto is er sowieso eentje. Hoe weten we dat het geen support van Mark is? Gozer, jij komt electrical inlopen. Maar jij komt aan op het moment dat ik ook aan kan lopen. Kijk, ik weet dat ik vandaag niet on fire ben. Kunnen we stellen, maar dit is een heel slechte kill. Maar wel, Mark. En Mark is zo zeker op Tiësto. En voor deze keer geloof ik Mark gewoon. Dus ik geloof Mark ook. Ik geloof Mark ook wel. Ik geloof alleen Slotta niet. Ja, Milo, jij bent... En uiteindelijk vind ik Matt nog steeds sus. Ja, ik stond wel... Maar ik heb een beetje verneukt met die taak, man. Je stond wel lang bij die taak. Ben ik wel niet eerlijk in. Maar misschien ben je daarom je zus. Ik dacht van, dat valt niet op. Ja. Nee, maar ik dacht dat ik bij die ronddraaide schuifjes stond. Oké. Waarom is hier nou iemand dood op zich? Ofzo? Wat is er nou uit? Lights. Oké, de mooie bank in de buurt. Zal ik ze even fik... Ja. Hoeren, jong! Fucking hell! Fuck me deep! Ik vind die slot al heel sus. Onder electrical... Ja, onder. De reden dat ik dat zeg is, ik probeerde net nadat we die direct hadden gedaan, wilde ik met Koen security in. Die deur ging dicht. Toen liepen wij allebei naar beneden. Oké, luister. Ik vond wel heel sus, Mark, wat er gebeurde met die storage deuren daarook. Ja, nee, want ik was inderdaad ik was met die kabels daar bezig. Daarom vond ik het ook gek, dat wilde ik daarna zeggen. Mark, je kwam net aanlopen. Mark, waar kwam jij vandaan lopen? Ik was met jou mee naar beneden gelopen. Ik moest mijn taak doen in storage. Ik heb nog twee dingen. Ik moet power accepten in shields. Wat heb je in storage gedaan? In storage, de laatste van die draden. Ik moet power accepten in shields en fuel en lower engine. Heb je nooit gedaan in storage, of was dat het? Huh? Dat is het enige. Ja, maar je stond, waar stond je dan met fuel? Waarom fuel, Mark? Fuel, omdat ik fuel moest doen voor die lower engine. Ja, dat is toch ook storage, jongen? Nee, ik zweer het je. Ik ben legit zo bijna klaar. Je kan met me meelopen, er kan niks gebeuren. Kijk, weet je wat het is? Mark, je stond echt bij fuel en storage. Echt best lang. Ja. Tappen zeker, was je aan het tappen? Je zei net dat dat niet zo was, maar ik vind je een beetje... je klinkt een beetje zielig, dus ik denk niet dat je het bent. Bedankt, I guess. Frank? Wordt Matt nou helemaal niet verdacht? Ik kom vanaf rechts en het lichaam ligt onder electrical, dus ik ben clear. Zijn je het daarmee eens? Ja. Ja, ik heb jou niet gezien daar. Ik weet niet of jij van rechts kwam. Ik kwam helemaal van rechts. Mark is mij tegengekomen, want ik kwam hem tegen toen ik boven kom. Wij konden security niet in. Nou, maar kunnen toch op een moment ook clearen. Slotta, wat heb jij gedaan? Ik heb de lights gefixt. Daarom werd het weer licht. En daarom leep ik naar beneden. En toen lag hij daar, het lichaam. En toen lag hij opeens daar. Dus zullen we skip foto en taken doen? Of nu iemand zegt... Skip vote. Nou, dit is een soort... Ja, ik heb ook niet de taakbal gelegd. Ik moet zeggen, ik weet natuurlijk dat het mat is nu, maar... Als ik hun was, ik zou dat niet per se nu weten hoor. Ik vond Slotta ook verdacht. Ik heb Matt niet per se heel veel verdachte dingen zien doen. Vanuit het oogpunt van de rest dan. Ik vind dit is wel lastiger denk ik voor Koen en Mark vooral. Want die zijn het allebei wel redelijk duidelijk niet. Is Mark dood? Nee, nog niet. Denk ik. Wat was dit? Matt, wil jij hetzelfde zeggen als wat ik wil zeggen of niet? Er zitten twee mensen opgesloten in electrical en toen zat ik aan de buiten. Ja, nee, ik was niet. Erin en Matt zat aan de andere kant van de deur. Ja, dus ik dacht... Laat maar zeggen, je kan als imposter toch wel door die deur kijken? Een soort van... Nee, ik weet dat jij aan de onderkant zat. Want dat ik kan heb je legit al mijn taken nu gedaan. Ik heb nu net maar... Ik moet alleen naar weapons en één ding doen. Maar ik denk dat Mark... Het moet wel Mark zijn. Luister. Mark? Je moet helemaal niet Mark zijn, je hebt het verhaal. Luister, ik kom aanlopen vanuit storage en die deur is dicht van storage naar electrical. Ja. Dus ik dacht, hier ligt 100% een lichaam. Ja, dat dacht ik ook bij electrical, want er zaten twee man in electrical. Ja, ik heb Slotta. Ja, en die deur gaat dicht. Nou ja, er moet iemand gekild zijn, maar waarschijnlijk waarom? De imposter, één van de twee, krijgt zo'n blijf van, even onthouden. Ik ben safe, hè, vanuit de vorige ronde. Dus ik kan dit niet zijn. Ja, maar ik heb al mijn taken gedaan. Ik kan bij Koen blijven. Ik heb ook al mijn taken gedaan. Okay, dus voor mij is het ook geen probleem. Ja, alleen geen taken hebt, want je bent imposter. Maar wie moet er nog meer? Matt, ben jij een taak? Eentje nog. Waar? Ja, ik heb eigenlijk geen flauw idee waar. Oké, loop eerst met mee naar weapons en dan lopen we met... Heel sus. Ik loop met Koen mee. Yes. Niemand haapt erop, maar het is heel sus dit. Mark. Niemand haapt erop. Ja? Ik stem alvast op jou, want dan weet je weer... Gozer, je bent zo sus. Mark wordt hier heftige freestyle sissy. Hoe had niemand op dat mat niet weten waar zijn laatste taak is? Hoe had niemand daarop? Ik weet of die van mij. Anders legt het zo meteen naar mij dat ze niet gewonnen hebben. Oké, ik ben klaar. Victory, ja. Wie waren het? Ik. Oh, maar Tiësto, jij deed elke keer veel te snel die sabotage. Je deed het direct in de ronde en dan hebben ze hem al gedaan. Ja, I know. Ik wil graag even een shout-out doen naar Tiësto, maar Edgar is koepie-taart als koulo lekker, man. Hey! Weer crewmate. Ik ben 4 keer crewmate. Dat is kut. Tiësto? Ja, oké. 2 in admin. Zo, snel. Zo, we hebben er zin in. Ik ga nog een stuk taart eten. Wie liep er nou onder aan het begin? Dat waren... Admin, ik heb card swipe gedaan in admin, toen ging ik naar upper end. Ik was met MILO samen. Ja. Waar waren jullie, Tiësto en... Navigation. Koen, waar was jij? Ik ben naar links gelopen gelijk. Waar is het lichaam gevonden? Matt, jij liep ook naar onder, hè? Yep. Ja, dan is het Matt. Wat? Hij liep boven in de letterbox. Matt, geef maar toe. Ik ben electrical er niet in geweest, jongen. Jawel, je liep naar onder. Waar liep je naar Waar dan wel? Ja, ik ben met Koen gewoon links naar lower engine gegaan. Oh ja. Nee, sorry. Mooi dat je Koen ook meteen erbij verlinkt. Sorry, dit klopt. Nee, het moet wel Milo zijn. Dit is waar. Bro, ik ben Tiësto Navigation. Milo en mij kunnen bro, Navigation. Het moet wel Milo zijn. Luister even. Wat Matt zegt klopt niet helemaal, want ik ben niet naar upper engine gegaan, want ik ben Matt ingegaan. Maar Matt is inderdaad wel naar links gelopen aan het begin. Hij zegt dat hij naar beneden gaat. Het gaat toch om lower engine? Oh, Matt verlult zich zwaar. Nee, Matt is naar links gelopen aan het begin. Ik zeg net, ja, links, Matt, jij bent naar onder gelopen, zeg je ja. Ja, maar ja, je gaat toch naar onder en dan naar lower engine? Ik heb geen upper engine gezegd. Maar... Lower engine, Koen zat hier met is. Jij zegt dat je met Koen bent. Jij zegt lower engine, Koen zegt met. Ja, dus Koen loopt altijd als een Mongool helemaal om. Ja, ik heb Koen ook gezien. Ik vind dit zo'n raar verhaal, dit is zo mat. Dit is zo mat. Het kunnen ook Matt en Koen zijn. Hè? Ja, kan ook, maar dan heeft Koen het verneukt, ook Matt's alibi te verneuken. Jongen, ik weet 100% zeker, ja, Milo is het niet, Slotta is het niet, Tiësto is het niet, Mark is het niet. Dit verhaal klopt totaal niet, dit is Matt, of het is Koen en Matt, of het is Matt. Na 20 seconden, in het potje. Maar op wie stemmen we nou? Ja, op Matt. Alsof Koen in die tijd helemaal onderlangs naar Matt. Waarom? Skip, je gaat op 70. Nee, ik ben meteen naar links gelopen, maar hij liep met me mee en volgens mij was het Matt. Het is niet waar, want Matt zat die low engine was. Nou, dan... Nee, dat is heel raar. Dat was iemand anders die met meestal. Koen is next. Hé? Het hoeft niet Koen next te zijn, dat hoeft niet. Maar dan lult Matt gewoon. Dan hoopt Matt dat Koen erin trapt en in zijn alibi meegaat. Maar het is natuurlijk niet per se zo. Fix lights. Het zal wel. Het zal wel. Lower engine en medbay. Vlak bij elkaar. Klinkt legit. 1, 2, 3, 4, 5... Nef, is iemand daar dood? Zou best kunnen dat daar Nef een lijk ligt hoor. En dan ga ik even kijken wie daar vandaan komt nu. Even goed onthouden wie daar is. Of is diegene gevent? Slotta. Oh. Nee. Oké, het was gewoon Slotta en Roel waren daar dus echt bezig. Ik dacht daar een lijk zou liggen, maar ze waren dus gewoon wel echt bezig. Wordt dit gefixt? Ja, mooi. 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 Hallo? Goed, Massimerk. Tiësto. Allebei loose. God, zou me zeggen. God. Oké. Oh, Tiësto. Zo, die taskbar schiet omhoog. Yo, ik ben... Wacht. Luister. Je gaat sowieso een kut verhaal brengen, maar oké, ga door. Oké, moet je luisteren. Ik loop via onder. Ik doe bij shields, doe ik die met die dingen aantikken. Met die met dingen. Dan loop ik terug en ik zweer het je, het is 5 seconden later en er ligt een lichaam. Dus ik denk, er moet iemand zijn. Ik loop iets naar beneden, in komst staat Mark. Ja, dat klopt. En weet je waarom? Ik ben aan het downloaden in komst. En ik weet waarom, want Tiësto liep inderdaad de hele tijd achter me aan. Die bleef net in de deuropening staan. Daarna, god nog weten wat hij is gaan doen. Ik ben gewoon gaan downloaden in komst. Ik heb weinig zaken nog over. Het lastige vind ik dat ik kan dit verhaal natuurlijk niet van beide kanten bevestigen of ontkennen. Maar ik vind Koen van die vorige ronde nog zo sus. Dat soort... Koen, bij dit verhaal... Nee, ik loop terug op de gang. Echt bij die deur. Je weet van nee. Koen, het lijkt wel... Koen, je kan wel gaan playen als een veertien... Mark, wat zeg je? Was je downs aan het doen? Ja. Waarom zou je dan helemaal onderin bij komst? Ik stond niet helemaal onderin bij komst. Nee. Kijk, je helemaal onder. Nee, jij probeert geloofwaardigheid toe te voegen aan je verhaal, omdat je nu helemaal gaat praten als je 14-jarige zelf. Hij stond helemaal onderin! Weet je wat ik een beetje heb? Ja. Kijk, het is of Koen of Mark. Nou, zo van, kijk, dat zou ook... Als wij Mark eruit stemmen, dan is de imposter die nog over is. Nee, luister. Nee, ik ben even aan de beurt. Nee, het is Mark of Koen. Maar als wij Mark eruit stemmen en het is Koen en is Koen nog over. En ik heb veel liever dat als iemand erin is, dat het Mark is, ik stem op Koen. Heb ik ook. Ik heb liever dat ik nog over ben. Het zou in theorie ook geen een van die twee kunnen zijn. Dat is Slotta of Roel of ik, maar ik weet dat ik niet ben. Maar het zou kunnen. Ga je task doen, Koen. Dan winnen we. Dan heb je zijn we nu Mark meteen eruit of wat doen we? Want ik ben een imposter! Koen, lekker janken. Ja. Koen, wat deed jij nou? Wat een baas. Gast, besef dit. Ik ging met Koen naar het schuifje. Ik denk, we waren allebei imposter, gaan voor de lol heel lang bij het schuifje staan. En Rob komt binnen en hij steekt hem ineens neer. Ineens, gewoon gelijk. Maar shout-out. Ik heb nog een stuk taart van Edgar en Scoopy op.